Wij zitten hier ter promotie van de clinic van de GMHC op 30 juni aanstaande. Even voor de kijkers, GMHC? Dat is de Goorse Mixed Hockey Club uit Goor inderdaad. Een kliniek dus. En wat houdt die kliniek precies in? Nou, dit jaar gaan we het misschien wel wat groter aanpakken dan normaal gesproken. We hebben 6 hoofdklassespelers weten te benaderen uit Zeist, dat is Schaarweide. En die jongens komen bij ons op de club een kliniek verzorgen voor jeugd. Wat doe jij eigenlijk zoal bij de hockeyclub? Ik ben sinds september, afgelopen september ben ik bezig als trainer van de heren 1, van de dames 1 en van de meisjes A1. Dat is op de vrijdagavond. En gaandeweg ben ik steeds wat meer in de vereniging gegroeid. En ben ik ook op de zondag, wanneer ze thuis spelen, de dames 1 en de heren 1 ook coach. En vooral ook van de heren 1. Zoals deze kliniek, help jij dan ook meer met organiseren? Ik heb me eigenlijk vanuit mijn eigen enthousiasme en motivatie opgezet. Ik vond het een heel leuk idee om toch de club een boost te geven. En op die manier iets meer aandacht te besteden aan een stukje beleving op de club. Een stukje samen iets aanpakken, waardoor toch mensen weer dichter bij elkaar komen eigenlijk. Ik ben Huub Sunnebelt, lid van de sponsorcommissie van de Goorse Mixed Hockey Club. Huub, jouw rol op dit moment? Aan de ene kant logistiek allerlei zaken organiseren. Aan de andere kant natuurlijk ook het werven van sponsors. Dus natuurlijk een hoofdtaak voor alle leden van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie is net eigenlijk opnieuw samengesteld. Voorzitter is Miel Ausums. En we zijn eigenlijk afgelopen jaar hebben we een start gemaakt. En nu gaat de uitrol plaatsvinden van alle plannen die we hebben bedacht. Dus sponsors kunnen zich melden vanaf nu. De sponsors kunnen zich melden. Wat zijn op het moment grote sponsors van de GMHC? Nou, we hadden als hoofdsponsor de Rabobank. Daar hebben we het contract mee verlengd, verhoogd. De vereniging is natuurlijk ook fors gegroeid. De afgelopen jaren is bijna verdubbeld qua ledenaantal. Dus dat is voor de Rabobank ook een stuk interessanter. Klein beetje met het uitzicht op 30 juni. De clinic die dan met de grote mannen van de hockey vanuit Schaarweide, vanuit Zeist, wat gehouden. Ja, dat is volgens mij echt een fantastische actie als je dan sponsoren binnenkrijgt. Ja, potentiële sponsors kunnen zich dan natuurlijk ook melden. Hè. Er zullen ook leden van de sponsorcommissie aanwezig zijn. De Rabobank is er al bij betrokken bij die dag. Ik geloof Jalp is erbij betrokken. Er zijn misschien nog meer sponsoren, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. De Zon ook, is er ook bij betrokken. Maar er kunnen altijd nog sponsors bij en dat kan materiaalsponsoring zijn, dat kan in pecunia zijn, maakt niet uit. Er zijn zoveel mogelijkheden, het hoeft niet altijd om geld te gaan. We gaan binnenkort ook, omdat we zo hard groeien, een nieuw clubhuis bouwen, omdat het huidige clubhuis veel te klein is. Er moeten kleedkamers bij, er moet een grote terras komen, het is booming hè, zoals je zegt. De GMHC gaat dus een hele grote clinic organiseren. U bent daarbij van harte uitgenodigd op 30 juni. Kom en laat u verrassen en vooral schroom niet om de diverse vragen te stellen. En ik zou zeggen, enjoy!